Tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden de Duitsers één grote angst. Dat er informatie naar de geallieerden zou kunnen worden gebracht. Om dat tegen te gaan was er directe actie nodig. In Amsterdam werd zelfs een speciale afdeling opgericht. Deze had een belangrijke taak in de contraspionage. De naam van deze afdeling was de Duivenbrigade. Ja, dat hoor je goed. De Duivenbrigade. In het Stadsarchief vind je het bijzondere verhaal van deze politieeenheid. En Peter Kroeze van het Stadsarchief weet hier alles van. De Duivenbrigade had als taak om alle postduiven te registreren. En om alle hokken met daarin de duiven te verzegelen en te controleren. En in het archief vind je ook wat lugubere stukken. Vandaag vertellen we het verhaal van die bijzondere speciale politieeenheid. De Duivenbrigade. De duivensport in ons land leeft weer sterk op. In de bezettingsjaren zijn miljoenen van deze dieren afgemaakt, omdat onze bezetters ze als overbrengers van berichten te gevaarlijk achten. Duiven dus. Sommigen vinden het vliegende ratten. Maar de Duitsers, die hadden er wel een heel grote hekel aan. Al had het vooral met spionage te maken. In een tijd van satellieten, hacken en drones klinkt het gebruik van een postduif voor spionage misschien een beetje raar. Maar in de Eerste Wereldoorlog gebruikten alle partijen duiven. Om bijvoorbeeld van het front berichten te versturen. Dus het was zo gek nog niet om die te verbieden. Dat het gebruik van een postduif heel makkelijk was, kunnen we ook weer niet zeggen. Als je als spion uit Engeland die duif wil gebruiken, dan moet je een duif meenemen uit Engeland. Dit is Annette Espeldoorn, bestuurslid bij de Nationale Duivensportbond en zelf ook actief in de duivensport. En die dan daar geboren is, wat ik net ook zei, en dat je die hier in Nederland je gegevens om een pootje doet en dan met goed weer loslaat. En dan is het geluk, als je dat vanuit Nederland naar Engeland wilt doen, dan moet de duif over het water. Ja, of die aankomt natuurlijk. Maar dat was ook niet altijd zeker in die tijd. Zou een stadsduif nou ook zomaar een postduif kunnen worden? Kijk, een postduif, een echte wedstrijdduif, is een topatleet. Kijk, een stadsduif die in Amsterdam loopt, die begint natuurlijk al heel slecht. Dat hij daar elke dag moet zoeken om zijn eten te krijgen. Overleeft het waarschijnlijk qua gezondheid ook niet zo heel goed. En dan moet je ook nog een topprestatie gaan leveren. Die kans is heel klein. Dat is duidelijk. Alleen hadden Duitsers nog steeds wel een probleem. Je had heel veel postduiven en ook stadsduiven. Wat was hun oplossing? De Duitsers hadden een oplossing bedacht daarvoor. Een hele gedegen Duitse oplossing. Alle duiven moesten uit de openbare ruimte worden geweerd. Zowel de officiële geregistreerde postduiven als de niet geregistreerde wilde duiven. En dat was lastig, want de duivensport was heel populair in Amsterdam. Iedereen had wel een buurman of een oom met een duiventil op het dak. Sowieso was het opvolgen van regels voor Amsterdammers wel eens lastig. Het eerste wat de Duitsers deden was een no-fly zone instellen. Er mocht niet gevlogen worden. Duiven moesten op een hok en die moesten ook geregistreerd worden. Dat was het werk van de Duivenbrigade. Er waren meer dan 30.000 postduiven in Amsterdam geregistreerd. 32.709 om precies te zijn. En de Duivenbrigade had dan als taak om al die beesten in hun hokken op te sluiten, te controleren of ze er ook allemaal in zaten. En dan die hokken te verzegelen, zodat ze niet meer konden vliegen. Een registratie, oké, maar hoe zit het met die pootjes? Daar komen we nog op. Die duivenmelkers hielden hun duiven dus in het hok. Dat is opgelost. Maar dan heb je nog steeds heel veel stadsduiven. En wat moest je daarmee doen? Nou, in het begin kon je die inleveren voor een vergoeding. In het begin was het inleveren van één veer genoeg. Ja, dat was in het begin genoeg, maar er werd al gauw mee geknoeid. Zo'n Amsterdammer ontdekte dat een duif meer veren had. Dus die plukte een duif leeg en 30, 40 veren mag ik even vangen. Ja, dat was natuurlijk niet het plan. Daar moet dus wat anders op worden bedacht. En snel ook, want in 1942 worden Duitsers strenger. Nu besluiten ze dat alle duiven dood moesten. En de duivenmelkers zelf moesten dat doen. Die mochten hun eigen duiven afmaken van de Duitsers. In plaats van de veren inleveren werd besloten dat ze het geringde pootje moesten inleveren als bewijs dat de duif gedood was. En toen ik begin jaren 90 het politiearchief inventariseerde, toen kwam daar een bruine envelop uit een doos gevallen met donkerbruine vlekken. En ik maakte dat open en daar zag ik duivenpootjes en één veer in zitten. En die hebben we bewaard. Hier zien we vijf duivenpootjes, helemaal verdroogd, zoals we ze in het politiearchief aantroffen, met ringetjes met hun nummers. We zien ook een veer uit de eerste periode, toen er nog geen pootjes hoefden afgehakt te worden, maar ze alleen de veer hoefden in te leveren. En twee bundeltjes met ringetjes, met eraan een kaartje met het adres waar de duiven opgehokt waren. Als je als duivenmelker je duiven niet doodde, was je in overtreding en kon je een straf krijgen. Soms wel 3 maanden strafkamp. Maar ja, wat nou als je het niet voor elkaar krijgt om je duif te doden? Eén duivenmelker leverde de pootjes te laat in. Hij
kon het niet over zijn hart verkrijgen om zijn eigen duif af te maken. En uiteindelijk is hij toch onder druk gezwicht en heeft zijn eigen duif afgemaakt. Maar er waren ook andere omstandigheden? Ja, er was een duivenmelker die beweerde dat zijn duiven ontsnapt waren omdat zijn ramen kapot waren gesprongen door het luchtafweergeschut. De duiven waren weggevlogen, zei hij. Eén duivenmelker en die beweerde dat hij wel zijn duiven had afgeslacht en dat hij de pootjes in de zak van zijn jas had gedaan om morgen dan te gaan inleveren bij het politiebureau. Maar zijn kat had er lucht van gekregen, had de zak opengekrapt, de pootjes opgegeten en de ringetjes beschadigd. Dus ja, het bewijs was vernietigd. Dat laatste klinkt wel een beetje alsof mijn hond mijn huiswerk heeft opgegeten. Dus zou er meer aan de hand kunnen zijn? Mijn moeder, haar oom, die heeft in de oorlog duiven gehad. En toen de Duitsers kwamen en ze alles moesten inleveren, hebben die heel veel duiven laten onderduiken en dan de ringen eraf gehaald met andere pootjes weer aan de Duitsers gegeven. Nou Peter, het zou dus zomaar kunnen zijn dat de pootjes die je in de collectie hebt, dat eigenlijk niet echte postduiven zijn. Ja, dat riekt naar fraude. We zijn in Amsterdam, hè, waar een klein land groter kan zijn. En hoe zit het met het harde werk? Was het de duivenbrigade gelukt om alle duiven uit Amsterdam weg te krijgen? Jij komt zeker niet voor buiten, hè? Wat denk je zelf? Nee, dat is niet gelukt. Ik lees even een stukje voor uit een dagrapport van de duivenbrigade van 31 augustus 1944. Surveillance in rivierenbuurt. Al daar vliegen nog steeds duiven. Bij verstrekking van voeder zal getracht worden ze te vangen. Er vlogen nog steeds duiven in augustus 1944 in Amsterdam, dus het is niet gelukt. Je hoort de diender haast zuchten. Die vrije vogel was toch niet zo makkelijk te temmen geweest.